Goedendag. Kijk naar de weerswachting van weerplaza.nl. De Europese weerkaart laat koude lucht nog steeds zien in Scandinavië en in Rusland. Maar in Centraal-Europa zien we de temperaturen oplopen. Daar wordt het op steeds meer plaatsen 15 graden. Dat heeft allemaal te maken met een zwakke oostelijke stroming. Die veroorzaakt wordt door een hoge drukgebied boven West-Rusland. Die stroming voert niet echt bijzonder zachte lucht aan. Maar de combinatie van weinig wind en veel zon kan de kwik toch goed op laten lopen. Zeer wisselvallig weer vinden we op de oceaan. maar Dat komt niet onze kant op. Het hoge drukgebied zorgt ervoor dat dat ons eigenlijk niet kan bereiken. Pas een vrijdag in de loop van de dag komen de fronten dichterbij. Dat is wel de dag met de zonsverduistering. Dus dat maakt de weersverwachting voor de vrijdag nog steeds spannend en lastig. Maar voorlopig ligt er een hoogdrukgebied ten westen van ons. Want ook boven Ierland ontstaat er een hoge drukkern. En zoals al gezegd, vrijdag dan trekt dat drukgebied weg. En dan zien we een storing via de Noordzee dichterbij komen. De bewolking neemt bij ons toe. En regen valt er mogelijk in de avonduren en zaterdag. Vanavond dus geen regen. Maar we hebben wel weer met bewolking te maken. Want die bewolking die vandaag zo hardnekkig in het westen was. breidt zich vanavond en vannacht over het hele land uit. Temperaturen vanavond in de oostelijke helft nog rond de 10 graden, want daar was het vandaag zeer zacht en zonnig, met temperaturen oplopen tot boven de 15 graden. Maar vanavond neemt daar dus de bewolking toe en vannacht is het dan vrijwel overal bewolkt. Geen koude nacht, minima rond 5 graden, en onder het wolkendek kan zich nevel of een mistbank vormen. Morgen overdag steekt er een noordelijke stroming op, een noordelijke wind 3 tot 4 bij En die gaat de wolkenvelden langzaam naar het zuiden wegblazen. Vanuit het zorden, de zon. Vanuit het noorden, dus steeds meer zonneschijn. De meeste zon is in het noorden. En in het zuiden blijft het lang bewolkt. Misschien zelfs wel de hele dag. Onder het wolkendek maximaal 10-11 graden. In het zonnetje kan het 13-14 graden worden. En dan de vrijdag. Ja, zoals ik al zei, de verwachting is nog steeds lastig. Het gebied met bewolking komt in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten. Maar aangezien de zon op dat moment nog in het zuiden tot zuidoosten staat heeft die natuurlijk lang geen last van de bewolking. De kans is dus behoorlijk aanwezig dat een groot deel van het land de zonsverduistering wel kan volgen. Er moet echter geen laaghangende bewolking ontstaan. Er zijn enkele modellen die in de nacht van donderdag of vrijdag die bewolking wel laten ontstaan. Ja, Als die bewolking heel hardnekkig is, kan dat weer roet in het eten gooien. Dus al met al een gemengd plaatje, maar ik denk dat we zeker in delen van het land de zonsverduistering kunnen gaan volgen. Temperaturen vrijdag 8 tot 11 graden en pas in de avond vanuit het noordwesten wat regen. Zaterdag is het dan veelal bewolkt, valt er af en toe regen. Geen grote hoeveelheden, temperatuur rond 8 graden. Zondag 7 graden, stevige Noordoostenwind, maar wel veel zonneschijn. Dus al met al misschien toch een hele redelijke dag. Kijken we dan naar het verdere verloop van de temperatuur, dan zien we dat we in het weekend de laagste waarde hebben. En dat het kwik daarna weer wat omhoog gaat. En eigenlijk rond de normale waarde ligt, want die is zo'n 10, 11 graden. Nou, daar zitten we rond of iets onder. De wisselvalligheid neemt in de loop van volgende week ook iets toe, maar echt slecht weer lijkt het nog niet te worden. Ik ben Michiel Severin van weerblazen.nl